Hallo, je kameeltjes van de Vrijdagavond Etende Kameel. Ik ben chagrijnig, want het achtergrondgeluid van de Sims deed niet. Een foutje in het opnemen, dus jullie moeten het doen met mijn prachtige achtergrondmuziek. Doe hou, foe op. Hey, kameeltjes van de Vrijdagavond Etende Kameel! Welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag is het zover. Ik ga de Sims doen. Wat hadden jullie trouwens verwacht toen jullie een lege kamer zagen? Hadden jullie verwacht dat ik bijvoorbeeld van onder mijn bureau kwam? Hadden jullie verwacht dat het gewoon een saaie video was met een lege kamer? Wat hadden jullie verwacht? Ik vraag het me af. Wat hadden jullie verwacht? Ik weet het niet, maar... Wat dachten jullie? Ik wist natuurlijk al wat er ging gebeuren. Ik vond het wel leuk. Ik dacht een keer iets anders dan dat ik hier al de hele tijd zit. Dus ja, wat leuk. En we gaan vandaag een Sims video doen. Waar ik me nu bedenk. Ik ben niet vergeten gelijk te zetten. Hallo, hallo, hallo. Is dit de radio? La 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 la. Ik hou van vla. Zo, nu staat het gamegeluid gelijk. Anders kan ik dat niet goed gelijk zetten. Dus ja. Daarvoor moest ik dat even doen, maar dan moest ik een sneltoets indrukken. En dan gaat mijn microfoon in die opname en zo zet ik alles gelijk. En allemaal technisch. Oh mijn god! Mij valt nu iets op. OMG. Er is een nieuwe uitbreidingsset. Ik moet die uitbreidingsset kopen. Ik moet die hebben. Oh mijn god. Dit was mij serieus nog niet opgevallen. Ik zag het ineens. Ik denk zo van... Oh mijn god. Daar gaat mijn geld. Weer 40 euro weg. Straks. Straks dan ga ik hem waarschijnlijk kopen. Ik denk dat ik hem de volgende aflevering heb. Tenzij dat ik niet genoeg geld heb. Want ik weet niet hoeveel geld ik heb. Maar laten we hem maar aanklikken. Yeah. Wieuw. En dan spel laden. Want volgens mij heb ik de laatste keer in mijn vrije tijd gespeeld. Ja, woe. En wat vinden jullie van dat ik weer terug ben op vakantie? Komt nog één video van voor de vakantie online. Komt zaterdag online. Yeah. En ja. De rest van de video's van deze week is na de vakantie opgenomen. Dus ja, morgen komt een video online dat ik live ga op mijn Rutmas fan account. Ook te kijken waard. En over... welke dag is het nu? 1, 2, 3. Want ik werk vooruit. Over 3 dagen. Dan is het een superleuke dag. Want dan is Rutger jarig. Woo! Gefeliciteerd Rutger alvast. Yeah. Oké, maar we gaan beginnen. Laten we hierop drukken en spelen. Ik ga even een beetje drinken. Dit keer niet de Zoom, maar dit keer heb ik gewoon echt dorst. Oh wacht, dat verhaal van die Zoom dat komt trouwens pas over 2 dagen in de video was en ik kan er wel tegen. Het kan trouwens zijn dat jullie een beetje timmergeluiden horen en dat soort dingen. We zijn bezig met verbouwing, ook na de vakantie weer. We zijn nu een nieuwe vloer aan het leggen, dus ja, dat maakt een beetje veel kabaal. Maar ja, ik moet toch opnemen, want anders komen er deze week geen video's. Want ja, het is nu 1 week van tevoren en ik wil wel mijn backup werken en al dat soort dingen. Dus ja, dan is er maar eenmaal achtergrondgeluid. We moeten er maar mee leven, hè? Ja, dat zei ik mooi. Hoho, dat zei ik mooi. Hoho, 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 hoho. Wat deed ik?
What the flipping heck deed ik? Oh ja, en ik heb zin over 53 minuten. Kijk, ik kan het even laten zien. Kijk, wat betekent dit? Wat is er over 53 minuten? Het is donderdag, dus Thursday. En wat is er over 53 minuten? 4 uur 's middags! Yeah! Dus dat betekent een nieuwe video op Furtjes en een YouTube kanaal. Yeah! Wow, daar ben ik blij mee. Ik ben benieuwd wat voor video het is. Na deze opname, dan ga ik wachten tot de video komt. En dan zeg ik refreshen, want ik ben te grote fan van Rutger. Oh, ik zweet me echt kapot. Ik heb mijn softbox aan. Ze zijn warm, raam dicht. En het is heel warm buiten. Wat is er, schatje? Nou, ze is heel verdrietig. Oh, schatje toch. Ik hoorde een of ander vaag geluid. Ik denk dat er iets op zijn teen viel of zo. Beneden, ik weet niet waar ik hoorde. Klonk een beetje vaag. Pompiedompiedom, ga maar slapen. Zo. En dan ga Nick en Don nog een kusje geven. Peuterzorg. Instoppen. Zo. En ja, we moeten ook even instoppen hoor. Kom, stop erin. Ja, met Renske kletsen, dat is niet belangrijk. Je moet wel even welterusten zeggen tegen je kindje. Anders slaapt hij niet goed. Plopkoek dat ik ben. Ik ben echt een plopkoek. En mijn man ook. Waarom zeggen jullie geen welterusten, joh? Plopkoek. Kom op. Waar ben je, Don? Don? Waar is Don? Huh? Waar is Don? Oh, wacht. Dat is wel in. Ik denk, waar is dat voor iets, maar... Oh, Don is op de wc. Don, moet je niet je kind even wel trusten zeggen? Zit je hier vast of zo? Hierheen gaan. Kom. Nee, niet met mij praten. Je moet gewoon je kind wel trusten zeggen. Wat is die domme plopkoek? Oh, cute. We gaven elkaar een kusje. Nou, Don is flirterig. Maar, Don, je moet je kind nog steeds instoppen. Instoppen, kom. Hup, 1, 2, 3, 4, 1. Nee! Gaat hij naar zijn eigen kamer? Kom. Kom. Huh, ik klik niet. Huh? De game die lag. De game. Oh. Are you serious? Ik zat gewoon bij mijn poppetje te kijken. Ik denk, wat doet die game? Nou, cute. Nou, hij gaf een kusje. Goed zo, Don. Nu kunnen we gaan slapen. Zo. Slapen. Oep. En jij ook maar slapen. Zo. En jij, ja, ga maar lekker computer in mijn huis. Het mag. Voor deze ene keer. Mag jij op mij en Don onze privécomputer, waarop we onze social media bijhouden en al met 3 beeldschermen. Hup mag. Ik geef toestemming. Wat lief van ons, hè. We geven toestemming. Kom. Lekker slapen, 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 slapen. Lekker slapen, die slaap, 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 slapen. Slapen die slaap, slapen die slaap, slapen die slaap, slaap, slapie. Slaapie doen. Slaapie, slaapie doen. Kom, slapen we lekker? Ja. Slaap trouwens wel, heb echt. Ons ritme is gewoon verpest. Kijk hoe laat we slapen. Oké, bedankt het hoogste tijd. Bedankt voor het gezelschap. Tot de volgende keer. Ja, je had al wel eerder mogen gaan, hoor. Wij sliepen toch al. Dat was een beetje, ja. Ik hoorde net dat vanavond Ridderavond is in Barcelona, een kijkje nemen en accepteren Simskies om mee te reizen. Je bent net weg, hè? En dan is het weer, ja, avondje bij de bar. Ja, dat maakt mij niet uit. Ik heb ook een leven. Eigenlijk niet. Ik
hoe social media in The Sims. En in het echte hoek YouTube. Is een beetje leefloos. Ook weer niet. Is wel leuk om te doen. Ik vermaak er mensen mee. Daarom doe ik het. Maar ja. Ik kan betere dingen doen in die tijd dat ik YouTube video's maak. Dat wel. Peel. Ik heb kriebel op mijn been. Ah ja. Kijk. Kriebel. Oh god. Nu heb ik overal kriebels. Nu heb ik op mijn rug kriebels. Wow, dit ziet er echt heel rood uit. Hoe kan dat? Wow. Mijn ellebogen zijn rood. Wow, wat komt... Wat de flipping heck? Komt hier aangelopen. Hallo, je ridder. Hallo. Wat zijn dit voor... Wat staat hier voor persoon achter de bar? Dit is echt raar. Maar we gaan gezellig bowlen. Zo, ik ga met mijn schatje dom bowlen. Als dat kan. Kan ik met mijn schatje bowlen? Waar? Oh, wacht. Ik heb de baby aangeklikt. Kom op. Uitnodigen om te bowlen. Don. Zo, ga maar met je schatje bowlen. Zo, met mijn lieverd. Met mijn lieverd. Ik ga bowlen met mijn lieverd. Met mijn lieverd. Jee. Gezellig bowlen met Don. Kom. Ga bowlen met Don. Ben ik aan de beurt? Nee, nog niet. Kom op. Ben ik aan de beurt? Hallo? Waarom doe ik niks? We zijn toch samen aan de bowlen? Gek spel. Oh, oké. Ik ga iets doen. Mooi achtergrondgeluid. Tenminste, ik denk dat jullie het wel horen. Prachtig. Oh mijn god, strike! Wow! Ik heb gewoon een strike. Yeah! Woe. Wow, wat is dat voor... Die clown was echt creepy. Die clown daar was best wel creepy. Oké, kom. Ga verder bowlen. Ja, komt er een bal? Ja, woep. Dit is echt heel komisch. Maar waar gaat die bal naartoe? Oh, de bal verdwijnt gewoon ineens. Wat een technologie. De ballentechnologie. Het is best wel grappig, de Sims gemaakt. Hoe, ja. Het idee altijd achter de Sims is echt super droog. Ja. Yeah. Pompidompidompidomp. Kom. Ja. Wow, dat deed je goed. Wow. Oh, skills. Ik dacht even dat hij weer ging vallen hoor, die Don. Maar hij deed het super goed. Hij deed het echt. Don, je bent een schat. Je hebt het heel goed gedaan. Dit is de reden waarom ik verliefd op je ben. In het echt ben ik niet verliefd op Don. Maar, dat maakt niet uit. In The Sims... Wow! Dat miste ik. Weer een strike. Ik ben goed in bowlen. Ik ben heel goed in bowlen. Weet je wat ik me trouwens bedenk? Volgens mij was mij en Don onze eerste date ook bij de bowlingbaan. Oh, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Facebook vind ik leuk. Hé, hey, ik wil weer maanlicht. Maanlicht is cool. Welke gek heeft bedacht om dat maanlicht te deactiveren? Dat ziet er super cool uit. Zo, woep. Kom. Ga maar verder bowlen. Ja, goed gedaan, Joost. Tenminste, volgens mij was ik het. Die bolde. Oh, Joost, moest je dat nou echt doen? Moest je nou echt op die bowlingbaan vallen? En moest je nou echt tegen je microfoon aanstoten? Dat moest gewoon, hè? Dat moest gewoon. Yeah. Zo. Oh, die zag er al helemaal klunzerig uit. Ze vallen allemaal. Yeah. Germ, die mensjes. Wow! Holy moly! Oké, dat gebeurde denk ik net ook. Maar nu zag ik het gebeuren. Dat is best wel cool. Dat ziet er echt best wel pittig cool uit. Holy moly, kwakka, holy, roly, sholy, koli, moly, wat doe ik? Ho, niet vallen. Nee, niet vallen, Don. Dat vind ik zielig voor jou als je valt. Ja. Oh, waar is de bal?
Ze gooit een bal en hij verdwijnt. Oh, wat een drama. Dat is pech, bal weg. Dat is balen, nieuwe bal halen. Ik ben grappig. Wow, ik ben echt goed hierin. Ik heb nu een split. Maar ga ik die nog halen? Oh, wauw. Donis nu. Ik had een split. Ik had nog maar één keer gegooid. Nou, Don, dit vind ik zielig voor je. Dit vind ik zielig, schat. Dit vind ik echt heel zielig voor je, Don. Dit vind ik heel zielig voor je. Ja, dit vind ik echt heel jammer. Oké. Kom. Strijk, je kan het. Oh! Ik zei strijk, je kan het. En ik haal ook echt een strijk. Oh mijn god. Rekt. Rekt, jongens. Rekt. Get rekt. Get rekt. Ah, grappig. Ik rek me uit. Get rekt. Ah. Oh, ik ben zo grappig. Oh. Geen editing maar aan deze video. Dan zou die al helemaal grappig zijn. Of ja, ik edit er wel aan. Maar ik edit... Alleen bij het begin en aan het eind niet de hele video door. Want daar heb ik allemaal geen tijd voor. Drama. Oh. Ik moet trouwens nog een maandserie bedenken. Ik heb al wel wat ideeën bedacht. Waarschijnlijk. Is nog niet zeker. Zondag dan weten jullie het sowieso. Maar waarschijnlijk komt vanaf zondag de hele maand september. Oh wacht, zondag begint ook pas september. Of ja, vrijdag begint september. Dus ja, vanaf de hele maand september, waarschijnlijk, elke zondag een watertijdserie. Ik ga dood. Misschien kennen jullie wel Marcus Vlogs. Van mijn Chinese liedje met hem. Nou, dat is al een heel oud lied trouwens. Hij heeft de koffietijdserie en ik had hem met hem over. Lijkt, misschien kan ik wel over wat voor serie ik kan doen. En toen bedacht, zei hij, je kunt ook een koffietijd doen. En toen dacht ik drink geen koffie. Dus ik doe een watertijd. Nee, zo ging het eigenlijk helemaal niet. Ik zei gewoon, wat nou als ik een watertijd doe? Jij hebt koffietijd, ik doe watertijd. En ja, dat ga ik dus ook doen. Yeah. Oké, ga maar weer naar huis, Joostje. Kom, Joost, Don, ga naar huis. Hup, naar huis toe. Jullie zijn zat hier. En dan als ze thuis zijn, dan gaan we de video weer beëindigen. Dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Hup. Ja, dan gaan we de simpoppities nog even... Wat stond daar? Iets met een baby. Oh wacht, ik kan trouwens niet zwanger worden. Ik dacht ik zie iets met zo'n baby teken. Maar het zal wel zijn dat hij terug is van het kinderdagverblijf of zo. Maar ja. Wow, er zit allemaal zwart op mijn hand. Huh, waarvan? Wat zit er op mijn hand? Oh, het is gewoon viezigheid. Ik weet niet waar vandaan het komt. Van kleding of zo, denk ik. Ik stoot echt veel tegen mijn microfoon aan. Nou, dan gaan we nog even douchen. Oep. En dan gaan we de video beëindigen. Want dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Dan ga ik zeggen. Jullie zien nu de webcam grote mild. Dan ga ik zeggen. Vergeet niet te abonneren. En volg me op Twitch en Instagram. En like deze video. Ik heb hier een kabeltje hangen. Van mijn bureau afgevallen. Volg me op Twitch en Instagram. Like deze video. En... Houd!